Staatsrechtsgeleerde Samuel Sam Polanen is vandaag op 80-jarige leeftijd heen gegaan. Hij staat vooral bekend om zijn bijdrage aan het kiesstelsel van de Republiek Suriname, welke hij publiceerde in 1988. Daarin gaf Polanen een uiteenzetting van hoe de verkiezingen zijn georganiseerd door de Nationale Assemblée en de nieuwe regionale volksvertegenwoordigingen en de districts- en resortsraden. Minister Albert Ramdien van Binnenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat deze grote Surinamer decennia lang een vraagbak is geweest voor diverse politici in ons land. Ik heb hem persoonlijk gekend en mee gewerkt, zeker toen hij nadrukkelijk betrokken was bij verkiezingen en in specifieke gevallen over staatsrechtelijke aangelegenheden. Helaas verliezen we kennis. Maar ook een zeer bescheiden en rustige persoon. Zo heb ik hem gekend. Die in alle rust als staatsrechtgeleerde alle kanten van de zaak beoordeelde. En dan een visie gaf. Dus helaas moeten we dit nu vaststellen. Maar ik wil hem hoe dan ook bedanken voor de bijdrage die hij verlevert aan de rechtsontwikkeling in Suriname. Maar ook aan zijn adviezen, voor zijn adviezen in zeer moeilijke omstandigheden. Ramdien was gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht. Niet Ramdien, maar wel Polanen was gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht en werd op basis daarvan bij elke verkiezing gevraagd zijn deskundigheid te delen met de gemeenschap. In 1987 was de staatsrechtsgeleerde voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau en nauw betrokken bij het wetgevingsproces dat resulteerde in de kiesregeling 1987. Door president Bouterse werd in 2011 een staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van Sam Polanen, die de grondwet van 1987 moest herzien. De commissie stelde ook essentiële wijzigingen voor. Samuel Polanen werd tot tweemaal toe onderscheiden door de regering. In 1978 kreeg hij de ereorde van de Gele Ster en in 2010 groot officier in de ereorde van de Palm. ATV, waar Polanen ook vaker te gast was, condoleerde familie en nabestaanden van deze grote Surinamer. En zal in de komende dagen interviews met Sam Polanen opnieuw uitzenden.